In de haven van Zeebrugge lag de Anthem of the Seas aangemeerd. Dit nieuwe schip is met zijn lengte van 348 meter een van de grootste in zijn soort. Het biedt maar liefst plaats voor 4180 passagiers en heeft 1500 bemanningsleden aan boord. Dit is het grootste cruiseschip dat ooit België heeft aangedaan. Het is ook het nieuwste cruiseschip dat ooit België heeft aangedaan. De Anthem of the Seas is pas vorige week in de vaart gekomen, pas vorige week gedoopt en ingehuldigd. Dus dit is wel zeer uniek. Wat moeten we weten over dit schip? Dit schip is het tweede grootste type cruiseschip ter wereld. Het is het meest innovatieve schip ter wereld met een race nieuwigheden zoals bijvoorbeeld iFly. Een simulatie skydiving. Njam TV gezicht Hanne Toonbeeks mocht de iFly testen. Eerder sprong ze al uit een vliegtuig en oefende ze al op een gelijkaardige simulator. De turbine van deze iFly simulator blaast nu met een snelheid van 200 km per uur de hoogte in. Het was echt fantastisch, zalige ervaring. Ja, ik heb ook veel bijgeleerd, het was een goede instructeur. Krijg je het gevoel eens? Goh, ja, je vliegt, dat is ongelooflijk. Je bent gewichtloos en je vliegt. Dat is, ja, ik kan het moeilijk omschrijven, heel plezant gevoel. Ja, spannend ook wel een beetje, omdat je hebt toch wel schrik dat je zo ineens de hoogte inknalt en ja, je weet niet wat er dan gebeurt, maar het is spannend. Ja, je hebt even een hoogvlieger gemaakt, hè? Ja, ja, inderdaad. Ik dacht van wow! Cruises hebben zo'n beetje het imago om meer voor oudere mensen te zijn. Maar ja, zoals je ziet is dat absoluut niet zo. Je kunt hier naast indoor skydiven of kunt hier surfen, je kunt hier muur klimmen. Je hebt hier ongelooflijk veel toffe dingen te doen. Maar ook een kermisgevoel oproepen op de botsauto's kan perfect. Vroeger had je een zeer specifieke doelgroep en nu hebben we een zeer ruime doelgroep. Wij mikken niet op bepaalde leeftijden. Integendeel, wij promoten reizen, multigeneratiereizen, waarbij grootouders met hun kinderen en hun kleinkinderen op cruise gaan. Overdag kan iedereen doen wat hij wil, in alle veiligheid en comfort. 'S Avonds komt heel het gezin gezellig samen terug om te eten. En daarna, ja, kan de ene gaan dansen in de disco of wat dan ook. Dus het is een perfecte manier om met een gans gezin op reis te gaan. Maar daaruit kan ik dan concluderen dat cruisen betaalbaarder is geworden? Cruisen zijn betaalbaar. Je moet vooral zien wat je ervoor terugkrijgt. Zoals in dit geval moet je rekenen op een 600 euro per persoon voor een 7-nachten cruise in een binnenhut. Dat is de basisprijs. En naar gelang welke type accommodatie je wenst, zal die prijs ook stijgen. Voor wie de boot gemist heeft in Zeebrugge, die kan boeken om zelf eens mee te varen voor een trip op de Noordzee of op de andere wereldzeeën. Zij die liever met de voeten stevig aan wal blijven, de Anthem of the Seas komt binnen afzienbare tijd opnieuw naar ons land.